Sugar Jackson, ontspannen thuis, even bekomen met zijn gezin na een week waarin velen dachten dat het einde verhaal was voor de flamboyante bokser. Maar Jackson blijkt nog maar eens een taaie. Ik ben blij, want na boksen was ik niet blij. Trouwens, tijdens de boksen was ik niet blij. Maar nu dat ik bij de dokter geweest ben, alles is oké, super. Nee, Jackson is in heel goede oogheelkundige staat. Zijn ogen zijn heel goed. Hij is een heel gezonde jonge mens eigenlijk. Wat hebt u precies nagekeken? Wel, in het kader van het boksen wordt vooral gekeken of het netvlies op alle plaatsen wel goed vasthangt. Of het gezichtsveld niet aangetast is. Dat was allemaal heel goed in orde. De Europese Boksbond besliste om Jacksons Europese titelkamp eind mei uit te stellen na het rapport van de ringdokter. Maar nu Jackson medisch in orde is, hoopt hij om toch nog dan zijn titel te kunnen verdedigen op het Antwerpse theaterplein. Als dat voor mij hangt, dan moet ik gewoon in mei boksen voor de Europese titel in mijn eigen stad. En dat is echt, dat gaat super sugar time. Jackson is geprikkeld nadat zoveel aan hem hebben getwijfeld. Misschien de prikkel die hij nodig heeft om zijn titel succesvol te verdedigen. Ik heb echt die zin in om nog eens terug te bewijzen aan die mensen. Allee, eigenlijk, ik moest gewoon niet bewijzen aan die mensen. Die mensen die Babbel TV, ik moest mijn eigen bewijzen dat ja, ik kan boksen en dat is niks met mij.